En Texas, eigenlijk moet ik jou aankijken, want jij bent eigenlijk de hoofdoorzaak van dit boek, toch? Moet ik het zo zien? Eigenlijk wel. Wat is er gebeurd dat je dacht van, hey? Nee, op een gegeven moment, want mijn favoriete schrijver, Hunter S. Thompson, was ik aan het lezen. En toen zei hij tegen mij van, oh ja, daar heb ik wel eens een foto van gemaakt. En ik dacht zo, oh, waar is die foto dan? En hij zo, in een van die lades daar. En daarin honderden, echt een stuk op duizend dia's eigenlijk. En dat wist je niet, dat hij dat allemaal had? Nou, ik wist wel dat hij fotograaf was geweest voor de nieuwe revue, maar niet dat alles gewoon thuis lag. En toen ging ik een paar foto's bijvoorbeeld op Instagram posten. En ik ken Kees de Koning en die zei van, oh, dokter Rad die aan het spuiten is, sick, mag ik daar een print van? En toen zei hij eigenlijk, laten we gewoon een expo doen of een boek. Ja, Kees de Koning is van Top Notch en die hebben gezegd van, nou ja, eigenlijk moet je het gewoon uitbrengen in het boek. Zat je erop te wachten, Henk, nog na zo lang je oude foto's van toen nog eens zo terugzien? Nou, toen het eenmaal een beetje vorm begint te krijgen, vond ik het zelfs ontzettend leuk. Ik had niet meer het idee dat ik er ooit nog een keer iets mee zou doen. Dat ik vond het een waanzinnig compliment om van je eigen kind te krijgen. Alleen omdat zij het wilde, wilde hij het al. Al waren het de meest afschuwelijke foto's ever. Zij vindt ze mooi, dus zijn ze mooi. Ja, maar uiteindelijk begint er nu in één keer een soort van helemaal. Ik krijg een briefje uit Australië. Ik krijg een briefje van iemand in Amerika. Dus mensen beginnen foto's voor je te vinden. En ik had een hele andere selectie zelf gemaakt. Maar ik heb het helemaal gewoon aan haar overgelaten. En ik ben echt trots als een hond met zeven. Met zeven van die dingen. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik zag een zelfportret van jou. Ja. Ik herken jou helemaal niet. Nee. Dit is een zelfportret. Hier, dit. Ja. Dit ben jij. Ja. Ook de voorkant ook. Ja, ik heb op de voorkant ben jij het ook. Ik heb een sixpack natuurlijk gehad, maar dat stond mij niet. Dit is mijn leeftijd. Ja. Selfies maken. Mm-hmm. Kijk, je ziet hier toch een jonge Schiefmacher? Ja, nu zie ik dat zij op jij lijkt, ja. Maar dat had ik niet gezien. Maar wanneer was dit? 1804. 78. Was hij wel de allereerste die een selfie maakte, geloof ik. Eigenlijk wel. Beethoven nam die selfie. Ja, precies.